Heel vet. Zo geweldig. Eitjes. Heel lekker. En het is dus pasta met zelfgemaakte pesto. Ik ben gewoon heel dankbaar. Bizar lekker geworden. 3 voor 4. Wat ik hier heb gekregen. Ik pak het zeg maar sowieso. Geweldige dingen. Het hele weekend zin in taart. Goedemorgen, Bolly is heel vervelend. Oh ja, en ik heb lekker net een cadeautje in zijn schoen gelegd, stiekem. Dat gaat hij echt niet verwachten. Het is een Happy Buddha Rituals shower foam. Hij heeft even lekker een sapje gemaakt met Vevo-sap, peer, appel, gember. En ik had trouwens nog een blush van Douglas. Die hebben nu 25% korting. Van Elf. Ik weet niet eens wat ze verkocht. Always Rosy. Hij is best wel mooi. Hij is een beetje roze. Ik vind het best wel moeilijk om stil te zitten en niks te doen. Maar het lukt tot nu toe best wel goed. En Hadi heeft heel lekker broodje ei voor mij gemaakt. Hé, ik ben alweer wat minder wit. Want echt gewoon, je moet gewoon rusten. Ik ben ook best wel een beetje benieuwd hoe het gaat als ik straks weer ga werken. Hadi, chef kok. Lekker, hè? Heel lekker. Waar is Bolly? Oh, daar. Hi, Bol. En ik heb mezelf getreat op deze, want die had ook 25% korting. Thirsty maat. En ik kreeg er gratis een ring voor op je telefoon bij. En dit dus. En ik heb mijn schoenen van Sasha binnen, want die vorige had ik natuurlijk teruggestuurd. Dit zijn echt totaal andere. Ik ben heel benieuwd of het me staat en of ik het leuk vind. Ik vond het wel een beetje gewaagd. En hij is heel verdacht, want hij is ineens super schattig. Dat hij de hele ochtend ons helemaal gek heeft gemaakt. Zo'n raar beestje eigenlijk. Maar is op één pootje heel schattig hier zitten. Bonnie, je bent zo raar. Het is echt wel spannend, want ik heb geen idee of... Het zijn gewoon echt witte schoenen. Ik vind ze echt wel heel vet. Ik ga hem gewoon aan doen als het me lukt. Ik moet het wel even voorzichtig doen. Die hak best wel ver een soort van naar achter zit. Dus dat ze even wennen qua lopen. Maar ik denk dat dit wel heel vet is als je dit leuk combineert. Ja, ik vind ze wel echt heel cool. Ik ga ze nog even later laten zien als ik ze even leuk kan combineren. Cool. Ik vind ze wel echt helemaal te gek. Heel vet. Ja, op beeld komt het gewoon niet zo goed over hoe gaaf ze zijn. Omdat het zo wit lijkt, maar ze zijn ook echt zo wit. Ik vind ze zo tof. Ze voelen ook, ze voelen echt luxe. Echt van die schoenen die voor altijd meegaan. Gewoon zo mooi leer. Heel blij mee. Ik kan niet wachten tot ik deze kan gaan dragen. Ik ben echt benieuwd hoe ik ze ga combineren. Ik heb net even 4 dingen opgehaald bij het postkantoor. Ik had van Chiquelle. Dit is een one size in de kleur Stone. Link staat in de beschrijving. Oh ja, en ik heb ook een eigen kortingscode. Moet je ook even bekijken. Staat ook in de beschrijving. Ik ga ze niet nu passen, maar ik heb een trui waar ik heel benieuwd naar ben. Met een soort van off-shoulder waar ik heel erg van hou. Maar ik ben niet zeker, het was heel apart, met een soort kruis bij je nek. Dit is een one size, weer hele mooie stof zoals altijd. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Dit is ook een one size, creamy white, super mooi vestje. Die ga ik wel zo even bekijken. En dan heb ik 2 broeken waarvan ik hoop dat ik ze pas, want ze gaan maar tot 40 en het valt best wel klein. Maar dit is een soort van leather broek. Ook echt geweldig. En een blauwe spijkerbroek. Ook in 40. Maar als je wel gaat, is maar tot 40. En het valt best wel klein. Meestal. Dus die ga ik later even passen. Hij zegt dat het wel leuk is. Het ziet er toch een beetje uit alsof je een keeloperatie hebt gehad. Dus in ieder geval een hele lekkere stof. Ik moet even later kijken. En ik vind ook de mouwtjes echt super leuk. Het voelt echt heerlijk. Maar ik had iets meer off-shoulder verwacht. En ik vind dit, misschien knip ik dit er wel af. Maar ik krijg altijd spijt als ik dat doe. Ik krijg altijd spijt als ik er iets eraf knip. Nou, ik denk dat het niet mooi is als je het eraf knipt. Ik vind het er een beetje uitzien alsof ik uit het ziekenhuis kom. Maar dat kan ik ook eigenlijk. Ik denk al. Hier is een ander flesje. Kort, maar echt heel leuk. Het ziet er heel chic uit. Een beetje granny stijl vind ik. Maar wel echt heel mooi. Maar dat laat ik ook nog een keer beter zien. Maar ik was te benieuwsgierig. Ja. Cute. Wij hebben een sushibol besteld. Bij Bammetje Vers. En wel dat soort van code. Oh, dat is wel heel lekker. We moesten heel lang wachten. 2 uur of zo. Volgens mij ging er iets fout, maar zoveel zin in. We hadden een soort van code waarbij we bonbons kregen. Voor minder geld. Van een zaak die volgens mij in Wees bezit. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dat vind ik echt super cool dat we deze bonbons hebben. Wat? Wow. Zo geweldig.
Dit is normaal 11 euro. Het ziet er echt prachtig uit. Dit vind ik heel leuk. Hier had ik er nog het meest op verheugd. Super luxe. Dat zou ik echt nooit kopen normaal. Wow. Even ruiken. Hij ruikt niet. Lekker. We hebben avocado, zeewier hier, gebakken ui, komkommer, zalm, eitjes, rettig, sojabonen en witte rijst. Heel lekker. Heel veel zin in. Zien jullie hoe mooi deze bonbon is? Niet normaal. Hij had net die donkerblauwe. Ik denk dat de mensen thuis ook heel benieuwd zijn wat erin zit. Ik ga hem nu openbijten, oké? Heel dun. Hetzelfde. Het overal hetzelfde in. Fris, echt zoet. Was het bij jou ook een soort zuur? Appelsap? We kunnen toch ook gewoon even dat jij deze andere helft eet? Dat is toch niet vies? Nee, ik heb geen idee wat er goed aan. Hij vond het superleuk. Ik heb eventjes mijn Tedo's opnieuw georganiseerd. Ik ben er helemaal blij mee. Met alle mooie zakjes van Clipper 2 die in de aanbieding waren. Jasmine en Lemon. Deze achtergrond. In de avond voel ik me altijd weer wat beter. Turmeric. En orange. Orange en lemon. Vlier en lindenbloesem. Camille en lavendel. Rose tea, vanilla. En ginger. Vet mooi. Hola, het is zondag. En we hebben even boodschap gedaan en daarna was eigenlijk mijn energie alweer op. Nu zijn we gewoon aan het chillen. En ik ga wel iets heel lekkers maken vanavond. Namelijk pasta met verse pesto. Echte pesto met pijnboompitten. Parmezaanse kaas, verse knoflook, basilicum. En wat vergeet ik? Olijfolie natuurlijk. Nog nooit zelf gemaakt. Mijn vader wel. En dan maak ik lekker een salade met burrata en deze tomaatjes erbij. En dan wel met de allerlekkerste spaghetti. Deze. Deze vind ik echt het allerlekkerste. En nu ga ik lekker een gembermuntheetje maken. Met honing. Duimpje omhoog als je ook van gembermunthee houdt. Serieus benieuwd. Volgens mij zijn er best wel veel mensen die het echt niet lekker vinden. Oh, heerlijk. Ik hou ervan. Lekker met honing. Nou, drinken jullie het dan met of zonder honing? Ik ben echt geen zoete kou, maar gembermunthee vind ik wel. Nou, vooral munthee vind ik heel lekker met honing. Dat is echt zo restaurantachtig. Ik ga lekker veel maken. Ik heb het nog nooit gemaakt, dus ik doe maar wat. Nee, maar hier zit toch nog dat verse huidje omheen? Of niet? Oh nee, lekker. Dit is iets minder sterk, dus het recept zegt... Ik heb dit recept gewoon van AH voor wie het gaat vragen. Het zal vast wel goed zijn, maar ik doe in plaats van een halve doe ik dubbel. Alleen omdat het verse knoflook is, doe ik ook weer dubbel. Want dat is minder sterk, dus twee van die tenen. Twee eetlepel geroosterde pijnboompit. Oké, nou, ik zie jullie straks wel. Hij is echt het perfecte man. Hij is zo cute. Hij zei, ik heb zin om glühwein te halen. Bij dat tankje hier. Ik wil pasta maken. En hij zei niet eens dat hij wegging. Het ging niet ineens. Klopte hij op mijn deur. Toen ging hij mijn vuilniszak weg. Hij is sowieso zo lief. Hij doet echt zoveel voor me. Ik zei, ja, ik heb niet echt het allermooiste outfit aan om nu glühwein te gaan halen. Volgens mij gaat hij nu dus ook glühwein kopen. Zo cute. Soms log ik even niet met haar, want hij houdt gewoon niet zo erg van op YouTube zijn. Dus dat respect ik natuurlijk ook. Hij heeft zoveel voor me gedaan, maar hij doet het ook allemaal zonder dat je het vraagt. En zonder dat je het überhaupt wilde. Weet je, soms hoop je dat iemand iets doet. Dan vraag je het niet, maar je hoopt het. Hij heeft het allemaal gewoon al voor je gedaan, hè. Maar zo zie je ook als je niet ziek bent of zo, hoor. Maar nu let hij er nog extra aan, want normaal ben ik ook best wel druk. En doe ik heel veel dingen zelf. Maar nu lukt dat niet. En dan denk ik, oh, dat moet nog. En dan heeft hij het al gedaan. Echt. Nou, ik vind dat gewoon heel cute. Oké. We gaan nu even een ander recept doen. Hier staat 1 knoflook, 50 gram parmezaanse kaas, 4 eetlepels olie, 30 gram basilicum, 30 gram pijnboompitten. Die klinkt wel als een lekkere. Ik ga vast het water koken voor de pasta en de pijnboompitten roosteren. Pijnboompitten zijn duur. Maar dan heb je tenminste wel echte pesto, want normaal doen ze er geen pijnboompitten in. Bijna bij geen één merk. Hoe cute dat hij nu glühwein gaat halen zonder dat hij tegen me zei. Ik hou daar echt van. Dat vind ik zo leuk. Dat iemand dat gewoon doet zonder te vragen. Of zonder te zeggen dat hij het gaat doen. Dat hij het gewoon doet. Ik merk als laatste dat ik daar heel erg van hou. Dat je iets niet aan iemand hoeft te vragen. Dat je niet hoeft te hinten. Maar dat iemand het gewoon doet. Ik vind dat maakt me echt zo blij. Maar goed. Oké. De parmesan cheese. Normaal heb ik die van de Lidl.
Deze ziet er niet heel lekker uit, maar nou, het is wel lekker. Dit is echt een mega caloriebom. Cheese. Ik denk dat ik het wel even fijn moet hakken hoor. Ik heb geen eens keukenmachine, ik heb alleen een blender. Eigenlijk stond het al sinds liefde dat ik het dan film, maar ik vind lieve dingen juist leuk om te filmen. Mijn eten wordt ook heel lekker. Niet laten verbranden, want dan wordt hij te sterk. Lekkere glue? Lekkere glue wine. Lekkere glue wine. Ik hoop echt dat het lukt in de blender. Ik ben zo benieuwd haar of die het gaat mixen. Ik ga vast even oefenen. Ik ga even mixen. Ja, dat dacht ik dus wel. Ik mis iets van fris of zo. Dat heb jij denk ik ook. Dat ik iets van citroen of zo erdoorheen zou willen. Maar dat heb ik niet. Dat is wel heel lekker. De truc bij pasta pesto is dat je het moet garneren. Want anders ziet het er heel saai uit. Mijn moeder vraagt of ik klaar ben voor morgen. Eigenlijk niet echt. Helemaal kapot na dit koken. Dus hij heeft even geholpen. Een burrata met tomaatjes. Wat pesto eroverheen. Balsamico crème. Die. Zout, peper, olijfolie. Basilicum. En het is dus pasta met zelfgemaakte pesto, wat parmezaan erover, wat pijnboom erover, wat basilicum erover. En dan ziet het er echt super lekker uit. Wat limoen erbij, pesto nog. Ah, zeg, ik moet echt doorhouden, want ik was gewoon zo blij. Ja, ik ben gewoon heel dankbaar dat mijn ouders zo lief waren, dat haar zo lief is. Ik kan het gewoon heel erg waarderen. Dus dat vind ik gewoon, ik vind alleen zijn echt best wel fijn. Ik kan heel goed alleen zijn, maar als je niet zo goed voelt, is het gewoon minder fijn. Ja, zeg maar, als ik echt ziek ben, gewoon echt griep. Dan vind ik het wel fijn om alleen te zijn. Maar nu je dus mentaal goed voelt, maar je lichaam niet zoveel kan, dus je niet zoveel kan doen. Dan vind ik het gewoon heel fijn als je mensen die zo lief zijn, van wie je houdt, bij je hebt. Ik ben gewoon heel blij met hem en met mijn ouders. En gewoon, ja. Dus, doei. Ik ga even mezelf nog tracteren op een lekker theetje. Met. Ah, Soli heeft ook echt het voor mij lopen schoonmaken de hele tijd. Eigenlijk besef je dan pas hoeveel je eigenlijk doet normaal. Hij heeft zoveel voor me gedaan. Lekker deze. Heb ik gekocht. Heel veel zin in. En een theetje. Ik mis ergens een soort van hele lekkere theekop, merk ik. Want ik vind deze altijd zo groot dat het net een sloot is. Deze zijn heel heet en deze vind ik net te klein. Oké, eigenlijk mis ik een soort van hele lekkere theekop. Bedacht ik me. Ik ga voor deze. Ik ben wel gewoon zo blij dat ik me soms gewoon besef hoe dankbaar ik gewoon ben met de mensen die ik om me heen heb. Ja. Dat besef ik me dan gewoon. Oké, okay, lekker slecht, maar ik wil ook nog een bonbon proeven. En deze is echt lekker. Dit is eentje die er ja, niet, zie je? Niet heel bijzonder uitziet qua kleur. Wel mooi, maar een hele toffe binnenkant. Oké, goed zo, bol. Mag gewoon lekker slapen. Deze is heel lekker, maar ik weet niet wat het is. Hele typische smaak, wat is dit? Oh, wat is deze smaak? Richting butterscotch qua romigheid, maar het is iets anders. Heel lekker deze. Maar dat echt dat zurige vind ik niet zo boeiend in een bonbon. Deze is wel heel lekker. Beetje meer creamy. Wat is het? Dit is zo duidelijk wat het is, maar ik weet het niet. Bijna zoals vanille fla, rijstepap, butterscotch. Nou, dit is heel lekker. Ik weet niet wat het is. Ik kan het ook niet vinden ergens. Maar oké, heel lekker. Zo, de eerste werkdag overleefd. Het viel me mee. Ik ben wel helemaal kapot. Maar ik ben wel heel blij dat ik er weer was. En we hebben lekker schoenen gezet. Hopelijk worden die gevuld. Oké, ik ga zo lekker koken. Ik heb er echt zin in. Ik wil dus eigenlijk echt voor 3 dagen gaan koken. Ik denk dat dat wel kan. Het lijkt me super chill. Dat is best wel lekker gerecht. En dan dus met deze pasta. Pesto van gisteren met crème fraîche. Ik weet niet of dit genoeg saus is. Anders kan ik er misschien nog Grieks yoghurt door doen. Courgette, gele paprika, ui, knoflook. Beetje parmezaan. Kipdij in deze mix. Ik ga gewoon de pasta koken. Kip bakken, alle groenten bij elkaar bakken en bij elkaar gooien. Lekker joh. Het huisje was een beetje rot van binnen, maar dat heb ik weggesneden. Kan prima. Echt een keer een goed keukenmes gaan kopen. Dat is iets leuks voor Sinterklaas of zo te vragen of voor kerst. Dat is nou echt iets wat ik nodig heb, wat ik niet zo snel koop. Wat ik niet zo boeiend vind. 4 kleine teentjes knoflook. Zo'n mes kan je ook niet echt dit doen.
Oké, ik heb gewoon alles lekker bij elkaar gegooid. Crème fraîche, de pesto, komt dat vocht uit. De groenten en de champignons, die heb ik gewassen, wat je niet moet doen, I know. Maar ik ben te lui om te worstelen. Maar dan maak ik het weer met je sausje. Het is een dun saus, maar dat vind ik niet zo erg. Dan laat ik het gewoon lekker een beetje zo inkoken. Helemaal prima. Ja, voor mezelf vind ik, hoeft het niet zo heel spannend. De paprika doe ik niet, want ik heb niet veel zin in die zoete smaak. Het wordt niet de meest gezonde maaltijd, weet je wat ik doe? Ik doe parmezaan door. En ik ga ook, gewoon op de gok, ga ik lekker die burrata erin gooien. Dat is mozzarella en room. Lekker sausje van maken, lekker eten. Helemaal zin in. Ik heb geleerd, je moet gewoon goed avondeten. Al dat gedieet, dat is helemaal niet per se goed voor me. Mijn ouders heb ik ook gewoon goed gegeten elke dag. En dat is helemaal prima. Ik ga even lekker kapot hakken. Heerlijk, jongens. Wat ik dan verder heb gegeten vandaag is een Grieks yoghurtje met muesli. Twee kleine tostietjes met jonge kaas. En een kaki. Dus dat is ook niet heel veel. Maar prima. Ik had verder niet echt trek en nu heb ik wel trek. Oh, jongens, dit is lekker. Yummy, yummy. Het is echt bizar lekker geworden. Niet normaal. Echt gewoon alsof het uit een restaurant komt. Wat hier nog heel lekker door zou zijn, zou witte wijn. Lekker door zou zijn, is witte wijn. Maar ik vind het zonde om mijn fles open te maken. Maar dat zou wel heel lekker zijn, hoor. Mijn manpitten zouden het hier ook nog heel lekker bij doen. Maar ik vind het echt genoeg zo. Veel te machtig anders. En ik kan natuurlijk nog garneren met dingen. Maar als ik alleen ben, doe ik dat niet. Heel lekker. Als die broek van Chiquelle aan het passen, maar helaas pas ik er echt niet in. Echt niet echt. Zelfs die met die straks eronder. Leuk ding, maar heel strak van boven. Super vet ding, maar ja, veel te strak van boven hoor. Echt uit proportie, vind ik. Dit is de broek. Ja, sorry, ik kom er gewoon totaal niet in. Het is echt mini. Dit is de spijkerbroek. Super leuk, stoer, mooi ding. Maar ja, niet alleen hier, maar ook hier voor mij. En hier ben ik helemaal niet zo breed. Voor een vrouw, van mijn maat. Dus die blauwe is gewoon echt wel smal, maar deze is gewoon hier prima, maar vooral hier, je ziet het ook. Echt een hourglass model, dat heb ik echt niet. Dus voor mij helaas niet. Ik ging net, ik doe soms altijd van die grappige random dingen in de klas. Toen zei ik, wie er raadt welke limonade ik in mijn fles heb, die krijgt een zakje thee. Staat nergens op. Maar één iemand had het dus goed geraden, want ik had deze. Maar we gingen dus kijken wat erin zit. En er zit perenlimonade, zit maar 75% appel en 10% peer in. Want iemand mocht het ruiken van mij en zei, het ruikt naar appel. Toen zei ik, we gaan eens kijken wat erin zit. Dus eigenlijk is het gewoon appel, limonade. Maar het smaakt wel echt naar peer. Peer heeft gewoon een hele sterke smaak. Nou, dat was even heel random dit. Hallo, ik ben lekker thuis aan het chillen na mijn werk. Als je Handmaid stil kijkt en je hebt nog niet seizoen 2 af, moet je nu heel eventjes een paar seconden doorspoelen. Het is maar heel kort wat ik ga zeggen, maar toch. Ik heb net de scène gezien dat Alfred, dus June, Hannah mag zien. Niet de keer dat ze haar in de auto zag en niks kon zeggen, maar dat ze er dus echt even heeft gezien. En oh my god, wat hartverscheurend. Dat Hannah eerst dat je denkt dat ze er niet meer herkent. En daarna merk je dat ze er wel gewoon herkent. En dan van, mommy, will I ever see you again? Oh my god. Zo'n mooi moment. En met Sales, echt een geweldige serie. En mijn boodschappen zijn net bezorgd. Lekker, eindelijk weer boodschappen bezorgd. Dus die zal ik even laten zien. Lekker 3 voor 4 zo. Die Alpro Cool. Dus ik heb 2 van die coconuts. 3 van deze. Super chill. Ik had er ook wel meer kunnen doen, maar zo'n goede aanbieding is nou ook weer niet. Normaal kost het 1,90 of zo. Oh, dit past net niet. Dat is jammer. 2 blauwe bessen. Het liefst bestel ik die niet meer online, omdat je dan niet kan kijken hoe ze eruit zien. Maar omdat ik nu liever even geen boodschappen doe vanwege mijn herstel, heb ik ze wel besteld. Ze zien er klein uit, maar wel lekker donker. Dus ik ben benieuwd of ze lekker zijn. Heb ik wel weer een keertje kaas gekocht. Ik eet dat dus bijna niet meer, maar ik had er weer even een keertje gewoon zin in. En ook weer een keer kipfilet. En dan ga ik deze week een keer andijvie maken met lekker al geschilde aardappel. En een zak andijvie. Oeh, ik hoop dat deze niet al open zijn. Dat heb ik zo vaak als ik het bezorg. Dat er een lucht bij zit. Dan zijn ze nog dicht. Hier wou ik een keer een wok mee gaan maken. Met deze garnalen. Oh ja, Thaise soep met deze ook heel veel. Maar het was er gewoon niet kleiner. En 3 kakies voor een euro. Keihard. Soms worden ze heel snel rijpen, soms niet. Want ik heb er ook nog 3 liggen. Die zijn ook nog hard. Maar niet zo hard als deze. Een kaki echt heel lekker. En het vult ook super goed. Maar zitten er ook 100 calorieën in één zo'n ding. Dat is al een vullende vrucht.
De rest laat ik zeker lekker zo zien. Dat is gewoon op de trap gezet. Dit was echt de chillste aanbieding ever. Dit was namelijk... Oh, hier heb ik trouwens ook uien. Dit waren geen aanbiedingen, maar ik hou heel erg van om niet alleen maar water te drinken, maar af en toe een glaasje limonade. Twee zakken mandarijnen, tweede gratis. Voor mijn soep. En die light chiller. En hier zit sommige kokosmelk heeft helemaal niet veel kokos erin. Zelfs niet light versies. Deze light heeft wel veel kokos. Ik weet niet waarom ik eigenlijk ook nog een pakje van deze heb besteld. Maar ik denk dat ik ook nog een houdbare in huis heb gehad. Die niet in de koelkast hoeft. Die zet ik hier. Twee keer vuilniszakken voor mijn vuilnisbak. Deze was er nu 2 in plaats van 4. Eitjes. Noedels voor in de soep. En dan heb ik 5 voor 5 euro. Terwijl het normaal... 3 nog wat kost of zo. En dit is al helemaal geweldig. Namelijk, waar is mijn derde? Soms zwakken dat altijd zo raar in. 3 voor 9 euro. Terwijl deze normaal 10 euro kost. En dit was echt de beste aanbieding ever. Ik dacht, ik ga daar niet 6 kopen. Maar het was wel een geweldige aanbieding. Echt love it. Limoenen. En, oh ja, de 4 chocoladeletter dingen waren 40% korting. En ik vind Tony's wel heel erg chill. En ook echt nooit in de aanbieding. Dus ik dacht... Oh ja, deze kreeg je gratis omdat ik een bezorgbundel heb afgesloten bij AH. Dit is allemaal niet gesponsord, ook al lijkt het wel zo. Oh ja, ik heb 4 chocolingen. Ik heb deze, ook helemaal niet zo van chocola, maar ik dacht, kijk wel. Mijn trap is trouwens heel lelijk. S met marsepein, wit pepernoot en puur pepernoot. En dat was dan 40% korting, nou super chill. Dit heb ik trouwens bij de HEMA besteld, dat had ik op Instagram gezet. Zodat ik weer een keer mijn Polaroid camera kan gebruiken die ik al eeuwen heb. Als 2+1 gratis. Ik had nog nooit in de aanbieding gezien, maar jullie zeiden op Insta dat het best wel vaak ergens in de aanbieding is. Deze was 1 euro. Ik had er nog 2, maar die waren niet leverbaar. Deze was 50% korting of zo online. Wat zit hierin? Ik denk brood. Ja, en nog een zakje brood, zodat ik weer een broodje in de vriezer heb. Mijn favoriete brood uit de Albert Heijn is dat stevige brood. En een zakje voor de andijvie. Volgens mij is dat vooral nootmuskaat en zo. En dan ga ik het even een plekje geven. En dat waren mijn boodschappen. En dat was 81 euro. Jawel, jawel. Lekker restje eten van maandag. Very nice. Hè, Polly? Ineens gaat de hele avond de bel. Eerst wordt er eten bezorgd wat niet voor mij is. Wat ik natuurlijk niet heb aangenomen. Dan een pakketje die niet voor mij is. En net staat er iemand aan de deur om te vragen of ik wil doneren voor plastic soep van Greenpeace. Maar ik doneer al aan Greenpeace en echt heel veel dingen. Dus dat... werkt me te veel, maar ik sta de hele tijd op, zo, verwachtend dat ik niemand meer zou zien vanavond. Ik heb een half uur gelopen en ik heb allemaal avonturen meegemaakt. Ik hou daar zo erg van, ik kan er zo van genieten. Eerst kwam ik een hele lieve poes tegen. Ik heb allemaal filmpjes op Instagram gezet. Daar ging ik mee knuffelen en kroelen. Toen ging ik even doorwandelen, toen kwam ik een egel tegen en ik wou hem heel graag water geven, maar ik kon nergens water vinden. Maar ik ging wel even verzorgen dat hij daar een veilig plekje liep. Toen werd ik bekogeld met een laserlight, terwijl ik foto's van de egel aan het maken was. Een groene laserlight. Toen ging ik die proberen te zoeken. Dus toen heb ik daar nog 10 minuten soort van mee gespeeld. Door weg te lopen, mijn hulsel om te draaien. En toen uiteindelijk denk ik dat ik de plek heb gevonden waar de laserlight was. Toen zei ik, hoi, leuk spel dit. En toen durfde hij niet meer. Toen stopte hij. En toen ben ik nog teruggelopen naar de plek van de poes in de hoop dat de poes er was. Toen was de poes er. Toen gingen we weer kroelen en filmpjes maken op Instagram. En toen ging ik nog even haar bellen om avonturen te delen. En dan ben ik per tijd. En nu is het 9:30. En dat was echt heerlijk. Tandarts en ik heb er zo geen zin in. Ik heb 1 keer een gaatje gehad, maar ik weet niet meer precies hoe dat was. Maar ja, ze moeten boren en vullen. Het is gaatje, doet echt iedereen dagelijks. Nou ja, dagelijks niet, maar oké. Dus het is helemaal niet zo bijzonder, maar ik vind het wel heel eng ofzo. Pietje uit mijn klas. Ziet ze mij? Nee, ze ziet me niet. Ik was zo bang, maar ze was echt heel erg lief. Ik zit bij het tandheelkundig centrum Weesp en ik had Annemarie. En ze deed het echt goed. Echt fijn. Ik was zo bang, maar puur omdat ik gewoon niet weet hoeveel pijn ik kan verwachten en of ik verdoven moest worden. Dus ik ging eerst kijken, zei ze onder, ik denk dat het zonder verdoving kan. Boven, ik denk dat het zonder verdoving kan. Je mag zelf kiezen, maar ik denk dat het... Oh, ik ben echt kapot. Ik denk dat het zonder kan. En dan kunnen we gewoon beginnen. Als het niet gaat, steek je linkerhand op en dan doen we alsnog een verdoving. Toen begon ze, ja, het voelt precies als dat bij controle met zo'n haakje in mijn kies gaan en ik zo'n zenuw voel. Dat vind ik zo naar gevoel. Dat was het. Dat was letterlijk alles. Dus ik heb gewoon geboord zonder verdoving. Ik ben nu niet verdoofd. Ik ben gewoon klaar en 2 kiezen zijn gevuld. Hier de achterste en hier de ene achterste.
zonder verdoving. Hoe fijn. Anders was je nog 3 uur lang verdoofd. Had ik een naald in me moeten krijgen. Had ik verdoving in me moeten krijgen. Maar het kan ook erger zijn. Dus is deze, mijn gaatje viel dus mee. Want het kan ook dat het boren zo erg diep moet. Of zo, dat het denk ik veel meer pijn doet. Dus ik had mazzel. Ik ben blij dat ik gewoon op haar heb vertrouwd. En haar heb geloofd. En het gewoon niet heb gedaan. En zij was ook heel blij daarmee. Dus dat was heel fijn. En zit dat er ook weer op. Halleluja. Nu volgende week woensdag nog spataderen. En dan ben ik voorlopig eventjes klaar. Nou, ik kan ook gewoon eten volgens mij. Dus ik heb een lekker haringje gehaald. Die stond hier tegenover. Hallo, ik ben even onderweg naar het ziekenhuis waar ik geopereerd ben, onverwacht. Omdat ik even moet laten checken of iets wel klopt. Wat niet zo goed lijkt. Wat misschien niks is, maar misschien ook wel. Dus ik kon daar nu terecht. Oh, trouwens, het was goed. Het is gewoon best wel heftig ingreep geweest bij mij. Dus mijn lichaam is extreem aan het herstellen. En daardoor komen ook die klachten. Maar het hoort wel bij hoe het bij mij verloopt is. Dus dat is fijn. Ik moet gewoon echt heel veel rusten. Eigenlijk was een week werk gewoon echt ingrijpend. Maar nu heb ik lekker 4 dagen rust. Ik heb net even mijn vaatwasser gedaan, want het stond er al sinds maandag. Verder ga ik gewoon lekker rustig aan doen. Maar ik ben heel erg blij, want het allerleukste op aarde is bezorgd. Namelijk een pakketje van Shipito en ik ben extreem excited. My god, dit is zo geweldig. Het is loodzwaar. Ik heb namelijk echt extreem veel kaarsen besteld. Ik heb gewoon dingen uit Amerika nu. Jongens, wat is dit? Dit is voor mij echt een droom, hè? Helemaal de factuur. Naar het adres waar het naar gestuurd is. Dit is mijn speciale adres van Shipito. Apple, het zijn alle Bath & Body Works. Het is gewoon allemaal vanuit echte Bath & Body Works gewoon gestuurd naar mijn shipping address. En vanuit daar naar mij doorgestuurd. Het is te geweldig voor woorden. Dit is trouwens geen gesponsorde video. Ik mocht ook geld krijgen, maar ik wilde liever producten. Dus ik heb allemaal producten gekregen. Echt extreem veel Bath & Body Works. Dit is niet normaal. Oh, halleluja. Oh. Oh my god. Oh, dus ik ben echt... Het besef gewoon nog niet, omdat het zo extreem veel is wat ik heb gekregen. Het is zo geweldig. Ik zit hier echt al zo lang te verheugen. Nou, zo lang. Het is binnen een week. Sinds ik die stap heb gezet. Om het te kunnen laten versturen. Maar het contact met hun heb ik echt al wat langer. Dus helemaal door het dolle. Nog niet ruiken. Eerst openmaken. Je kunt er zo voor kiezen om dingen extra te laten inpakken, zoals dit. En dan voorkom je dat het bijvoorbeeld stuk kan gaan. Nou, je kunt me echt voor gek verklaren. Gewoon, dit is toch niet normaal, jongens. Dit gaat echt... Dit is... Dit is echt niet normaal. Maar zo geweldig. Dit is zoveel dat ik het gewoon niet eens... Het komt niet eens bij me binnen. Omdat dit zo idioot geweldig is, wat ik hier heb gekregen. Dus ik ga het nu even laten staan. Even wat anders doen. Dit is gewoon zo overweldigend. Dit is natuurlijk bizar. Ik heb gewoon een winkel vol met kaarsen in mijn huis. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is echt mijn droom. Het komt niet eens binnen. Ken je dat? Omdat het zo niet normaal geweldig is. Dus ik ga even alles weer inleggen. En dan ga ik het later bekijken alsof ik het voor de eerste keer bekijk ook. Want het komt niet binnen uit overweldiging. Ja, ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel. Voor mij is het echt een blessing, want ik dit fantastisch vind. Er zullen ook mensen zijn die echt denken, girl, het zijn kaarsen. Waarom ben je daar zo blij mee? En hopelijk zijn er ook mensen die echt mij snappen dat dit zo fantastisch is. Wauw, bizar. Besef even dat dit mijn enige kaars is die ik vorig jaar in New York heb gekocht die zo groot is. En toen waren ze ook niet 1 plus 1. Ik heb nu alles 1 plus 1. En dat ik hier dus al een jaar mee doe. Omdat ik er zo zuinig aan ben. En besef eventjes dus hoeveel kaarsen ik nu heb gekregen. En dan nog iets leuks. Ik had echt een paar maanden geleden of zo, toen ik mijn haar blond had geverfd, toen kreeg ik een persbericht hierover. Een nieuwe kleur van zo'n kleurmasker van Maria Nila. Cool Cream. En toen zei ik van, oh leuk, weet je, even bad met mijn haar. Die wil ik wel testen, maar nooit een reactie op gehad. En nu krijg ik hem ineens. Ik hoop, mijn haar is nu best wel warm en niet heel blond meer. Dus ik hoop dat dit wat voor me doet. Maar die ga ik zeker meteen de volgende wasbeurt testen. Ben ik super benieuwd naar. In Muiden zit altijd zo'n kaaskraam op vrijdag. En ik heb weer eens een stuk oude geitenkaas gehad. Daar heb ik zoveel zin in. Dus ik ga even lekker een stukje afsnijden. Stop. Hij is vervelend. Ik ga een stukje eraf snijden en lekker opeten.
Ik heb weer eens The Voice. Dat kijk ik echt nooit meer, maar... Michelle die opkomt. Ik had er wel zin in. Ik vind haar zo knap. Zij is 38. Ze lijkt wel 20. Oh, wat heb ik genoten van deze kaars. Het is inmiddels 12:30. Ik moet echt naar bed. Dan moet je hem de eerste keer ook 2 uur branden, zodat hij langer meegaat of zo. Maar dat is wel gelukt. Jeetje, wat komt hier een lekkere geur vanaf, zeg. Zo blij mee. En goodbye. Geen geur. Tot ziens, ideaal. Zo, lekker oude legging aangetrokken, truitje, haar gewassen. En ik ga lekker mijn huis opruimen vandaag. Voor zover dat gaat lukken qua energie. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Super grappige dag wat betreft eten. Dat is echt een dag dat ik ben de hele dag aan het opruimen. En als ik moe ben, dan ga ik even tv kijken en dan ga ik weer door. Het is nu al 9:30. En ik ga nu 2 grote boterhammen met avocado en zo eten. Ik heb best wel lang niet gegeten. Dit is een avocado die toen ik de lunch voor mijn vriendinnen ging maken die niet rijp was. Dat is 2 weken geleden. Bizar, hè? Die is nu perfect. Maar ik heb vandaag echt, ik zat altijd op Instagram gezet. Ik heb good noodles gegeten. Ik heb toastjes met brie gegeten. Ontbijt was yoghurt. Nou ja, heel random eten heb ik gegeten. Niet echt gezond vandaag, maar dat vind ik gewoon chill op zo'n dag. Geen zin om moeilijk te doen, dus dit wordt nu mijn soort van avondeten. Heel raar. Nou ja, de noedels waren ook mijn avondeten. Het was 6:30 en dit is 9:30. Super slecht, maar dat mag best een keer. Even wennen dat mijn bestek nu hier staat, maar ik vind het helemaal top. Want dit gebruik je sowieso. Dus je pakt het niet alleen, je pakt het zeg maar sowieso. En als hier pindakaas staat of zo en ik zie het niet, dan weet ik niet dat ik het heb. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het zo handig. Gewoon dingen die je sowieso wel gaat pakken, waarvan je weet dat je ze hebt, kunnen heus wel wat hoger. En dingen die ik altijd vergeet, zitten nu lager. Ik ben er helemaal blij mee. Dit is dus 2 geroosterde stevige boterhammen van Albert Heijn. Die zit in mijn bak weer te mollen. Ja, ik laat hem maar. Ik vind het geweldig. Zo'n avocado die niet zo groot is, uit zo'n netje. Een avocado, balsamico crème, een beetje limoen, zout, peper en koriander. Dat vind ik lekker. Oh ja, ik ga nog chili doen. Die staat nu ergens hier. Dat is iets minder handig, maar op een gegeven moment zet je heus al dat je vaak gebruikt. Wat meer vooral. Oh jongens, ik heb hier helemaal zin in. En ik ga een kopje thee zetten. Mijn mooie theedoos staat daar. Maar alles wat daarin zit heb ik hier dubbel. Dus die is meer voor gasten en deze gebruik ik voor nu. En ik ga nu voor... Eeuw, er zit iets zwarts op mijn koriander. Zo, wat is dit? Venkelthee. Oh ja, ik zat ook nog een glaasje grenadine limonade te maken, want ik moet goed drinken. Wauw, respect voor DHL. Ze hebben gewoon op zondag bezorgd, omdat het zo druk is door Black Friday. Ik had 2 pakketjes bij Douglas besteld. 2 bestellingen. En volgens mij is het niet gebundeld. Dit is denk ik 1 bestelling. Ik heb heel veel gekocht. Echt heel veel, maar goed. Het zijn echt geweldige dingen. Ik heb een nieuwe Tangle teaser gekocht. Ik heb een normale en zo'nzelfde als deze. Maar die zijn al best wel oud, allebei. En dit is er zo eentje. Zo'n compact die je mee kan nemen met een hoesje. Kijk, dit is hem. Ik ben benieuwd hoe lang die mooi blijft. Qua glans en zo. Maar hij ziet er echt prachtig uit. Ik heb trouwens een beetje faves besteld. Spullen waar ik al wat langer naar benieuwd naar was. En spullen die ik... Ja, alleen wil kopen als sport met korting zijn, zoals deze. Of tenminste, die ik dus niet echt nodig heb, maar die ik heel leuk vind om te hebben als ze in de aanbieding zijn met bijvoorbeeld Black Friday. Dan heb ik mijn lievelingscreme. Ik heb er nog 2, maar die zit in die andere doos. Die heb ik heel lang niet meer gebruikt. En je huid verandert ook, dus ik ben benieuwd hoe ik hem nu vind. Maar ik denk dat ik hem nog super fijn vind.
Deze doe ik als dagcreme, de lekkere crème concentré. Maak hem meteen open, want ik ga hem straks meteen gebruiken. Echt, zo lang staat hij alweer op mijn wishlist, dus heel blij mee. Deze ken ik niet, maar ik vind de Tropical Cleanser van Glam Glow heel fijn. Die kreeg ik vaak gratis. Maar die is er volgens mij niet meer. En ik vind alles van Glam Glow geweldig. En aangezien het nu in de aanbieding was, dacht ik, ik ga deze eens testen. De Super Cleanse Clearing Cream to Foam Cleanser. Ik hou hem nog even dicht, want ik gebruik op dit moment die Vitamine E Cleanser van Body Shop uit de Advent Cleanser. Die vind ik ook heel prettig. En ik wil niet te veel tegelijk open hebben. Dus deze laat ik hier in het doosje. Dan een Rosebud Salve. Maar dan niet alleen met rose, maar dit is eentje met coconut en mango. En Rosebud Salves vind ik echt fantastisch. En die waren ook 25%. Dus hier ben ik echt zo benieuwd naar of deze fijn is. Dus dat zal ik wel even in de vlog laten weten. Oh, ik ben zo blij met al mijn goodies. Niet normaal. Hier zit een cadeautje in. Zo chill dat je dat kan laten inpakken. Even kijken, kan ik hem openmaken netjes? Ja, dat lukte. Dit is een cadeautje. Dat is een unicorn bruisbal. Die is voor onder de kerstboom. Nog een cadeau voor onder de kerstboom. Even kijken. Helemaal fantastisch. Dit is een unicorn tangle. Die is speciaal voor kinderen. Die ligt dus ook makkelijker in de hand. Die is wat kleiner. En dit is gewoon perfect voor... ja, net als bij voor volwassenen natuurlijk. Voor klitten en om makkelijk door je haar te komen. En door nat haar, droog haar. Ik zag deze. Ik moest die echt als cadeautje voor onder de boom kopen. Oh ja, ik kreeg mocht zo'n kaartje erbij. Dus ik dacht, dat vind ik wel handig om gewoon op voorraad te hebben, zo'n kaartje. Dan hebben we de producten die ik niet allemaal ken. Deze had ik jaren geleden toen ik nog bij mijn ouders woonde. Ik denk echt 10 jaar geleden. Vond ik echt geweldig. Dat is een hair growth treatment. Ik kan niet per se zeggen dat het werkte, maar wel dat ik het heel prettig vond en lekker vond ruiken. En ik vind Lee Stafford sowieso geweldig. Vorig jaar heb ik ook wat Lee Stafford producten besteld met Black Friday. Die anti-frizz spray, zeg maar. Anti-humidifier. Maar die heb ik nog steeds, dus die hoefde ik niet opnieuw te bestellen. Maar ik heb nu dus dit masker. En dan heb ik producten die ik niet ken. Deze was ik heel benieuwd naar. Glass Balls. Deze ruikt naar chocola. The perfect polish for high shine locks. That smell so scrumptiously chocolatey. Chocolatey. Hair is almost good enough to eat. Lekker klein dingetje. Ik ben er echt heel erg nieuwsgierig naar. En een Root Boost Mousse Spray voor Vavavoom Volume that will last all day, even on the finest of hair. Nou ja, ik ben een beetje mijn volume kwijt sinds al dat geverf en zo. Dus ook hier ben ik super nieuwsgierig naar. En deze leek me heel erg prettig. Een Heat Protection Shine Mist. Ik heb wel een Heat Protection Gel, maar niet echt een mist. En dat is toch wat lichter. Dus als ik maar ga stylen of feunen. Ik denk dat ik het heel fijn vind omdat ik gewoon fan ben van het merk. En waar ik echt heel benieuwd naar ben is dit. Bleach Blonde Purple Rain Hot Shots Color Correcting Treatment. Neutralize Yellow Tones with Violet Pigments. Dat is dus een soort van mega intens masker of zo om je haar cool te krijgen. En als dit werkt is het natuurlijk echt geweldig. Dus dat zou ik dan ook laten weten. Vergeet ik het, zeg het gewoon even in de comments. Hoe beviel dit? En dan laat ik het je weten. En wat ik wel jammer vind is dat ik niet mijn goodies erbij heb gekregen die ik gratis mocht uitzoeken. Ik had 2 producten waarvan 2 herbruikbare sponsjes om je make-up weg te halen. Maar ik heb wel dit gekregen. Anti-breakage leave-in treatment for distressed hair. Die had ik niet uitgekozen. Maar misschien is dat vanwege de Black Friday drukte misgegaan of zo. Yummy, yummy, yummy. Oké, we zijn even in de badkamer. Gisteren heb ik mijn haar gewassen met deze. Die is voor scalp. En ik heb soms het laatste ineens last van roos. Dat gewoon dat je een beetje schilders op je hoofdhuid hebt. Helaas. Dus ik dacht, die is goed. Toen na het douchen had ik echt super veel schilders op mijn hoofd. Ik vond het echt niet chill. En ik had met deze gewassen. De kleur gedaan. Ik heb het idee dat het wel iets koeler is inderdaad. En iets bruiner. Maar ik vond het zo niet chill dat ik vandaag weer mijn haar wou gaan wassen. Vandaag heb ik mijn haar gewassen met... Die ik een tijdje terug heb gekocht. Weer een keer met zilver shampoo. Want ik zag vrijdag dat mijn haar wel echt heel erg oranje was. Dus hiermee toen heb ik zo'n shot gebruikt. En het was best wel leuk. Want het werd helemaal een soort pepermunt op je hoofd zitten. Ik had er weer van heel, ze zeggen heet. Maar ik vind dat dus juist koud voelde. Ik weet niet of het nou heet of koud was. En helemaal schuimend. Dus niet als een conditioner, meer als een soort van shampoo. Heb ik er 5 minuten in gelaten. Toen heb ik dit erin gedaan wat ik laatst heb gekocht. En mijn punten zijn echt heel dood op het moment. Maar die wou ik er niet afknippen omdat mijn haar al best wel, ja, bijna waard is door al het verven. Wil ik de lengte even zo lang mogelijk houden. Dus ik heb toen nog eventjes dit in mijn punten gedaan. Toen heb ik deze bij me aanzet een beetje gespoten. Je spuit het, een soort van stikstofachtig effect lijkt het. En dan komt er een heel klein beetje moes komt er dan uit. Een dun straaltje moes. Wat niet vies voelt. Echt heel chill eigenlijk. Ik heb die erin gedaan.
En ik heb deze heel erg in mijn punten gedaan die zo dood zijn. En toen heb ik het gefeund. Deze heb ik trouwens ook laatst in de aanbieding gekocht. 1% gratis, dus die gebruik ik nu elke dag. Maar ik vind dat het heel moeilijk om te beoordelen of dit werkt. Maar het is in ieder geval lekker. Volgens mij werkt het wel. Oh ja, even tussendoor. Dit ruikt naar piña colada. Best wel lekker. Het is gewoon een... Ja, niet alsof je kokosolie op je lippen doet. En dat is heel dun. Dit is wel iets dikker. Ik vind hem best wel chill. Ik denk altijd de original beter is. Zeg maar echt die rosebud. Maar ik vind deze zeker fijn. Nu ga ik deze in mijn haar spuiten. En dat zijn dan alle producten die ik heb gebruikt. Dus als je straks dan mij ziet met mijn haar en je ziet iets anders, dan kan het weer een van al die producten komen. Maar ik heb wel het idee dat mijn haar wat koeler eruit ziet. En dat al na 1 keer. Nou, ik heb veel te veel spul in mijn haar gedaan. Veel te van het kokospul, dus werd het heel erg, niet vet, maar heel erg een soort dry oil-achtig. Toen ging ik het nat maken weer feunen, maar oké. Qua kleur vind ik hem echt wel cooler. Maar het is ook wat bruiner. Dat komt misschien door dat masker. Ik ga nu met dit hoofd naar buiten. Niet dat ik dat heel leuk vind. Maar ik moet maar even, want ik wil even wandelen. Heb je trouwens tip voor hoe je foundationvlek uit je kleren krijgt? Want deze jas is best wel... Die heb ik 1 jaar geleden gekocht. Maar toen zat hij onder de vlek en ik heb hem nooit meer aangehad. Terwijl ik hem heel chill vind. Echt een hele chille jas. Maar ik heb hem nooit aan, want ik schaam me er gewoon voor. Je kunt echt niet... Ja, het ziet er gewoon echt heel smerig uit. Al die vlekken. Ik heb hem wel eens gewassen. Dat is niet heel chill met zo'n jas. En het ging er ook niet uit. Dus goed, ik ga nu wandelen. Dus maar niet. Auw, Bolly! Hij doet zo vervelend. Ik ga nu wandelen. Het is maar niet zo uit hoe ik eruit zie. Even 20 minuutjes door Muiden wandelen. Ik heb lekker een kloerwijntje gehaald. Heerlijk. Ik word hier wel echt heel gelukkig van hoor. Wandelen door Muiden. Het is gewoon zo fijn. Als ik hier weg zou gaan, zou ik ook echt... Een stad als Amsterdam vind ik te druk, maar ik zou dan echt bijvoorbeeld in Leiden of zo willen wonen. Dit soort straatjes maken me wel heel gelukkig. Ik had er even een dekseltje bij mijn glühwein moeten vragen, want dit loopt niet zo lekker. Ik moet echt even goed blijven bewegen. Ik heb 2 dagen stilgezeten. Maar zijn jullie wel eens in Muiden geweest? Het is zo mooi en zo heerlijk hier, jongens. Ik liep weer langs. Wow, ik zit net allemaal stories op Instagram te plaatsen. En ik zie het nu zonder filter. Het ziet er zoveel minder mooi uit, maar alsnog lekker. Ik heb even allemaal leuke stories geplaatst over mijn wandeling. Ik liep weer langs het zaakje en ik heb al het hele weekend zin in taart. En ik ben ongesteld. En ik dacht, ik mag van mezelf gewoon taart. Dus ik heb een chipolata, die was 2,50 en een mergpijp van 2 euro. En die halen ze bij Wesselman en Weesp. En dit is echt heerlijk. Dat ga ik niet in 1 keer opeten, maar wel in 2 keer. Dat is echt heerlijk. Het grappige is dat ik normaal helemaal energiek ben na wandelen. En dat voel ik namelijk aan mijn hoofd. Dat voelt gewoon zo altijd. Je helemaal frisse energie door je heen voelt. Maar lichamelijk. Ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Joh. Ik heb 50 minuutjes gelopen. Met ook af en toe even stilstaan. Helemaal kapot. Ik dacht als ik terugkom, dan heb ik heel veel energie om door te gaan met opruimen. Maar eigenlijk is de conclusie helemaal kapot. Dus dat is bizar, hè? Oké, volgende missie. Voorraadkast. Ik heb zo'n... Sinds een tijdje heb ik die hier staan met allemaal voorraadspullen. Voorraadkastspullen, want het past hier makkelijk. Alleen resulteert erin dat je ook weer niet weet wat je hebt. Dus ik moet er even wat anders op bedenken. Ik heb die hier dus even bijgebakt. Verder staat hier nog allemaal drinken en zo, maar dat staat daar prima. En jeetje, deze doos. Dan heb ik hier vanaf van alles. Dus dat ga ik er allemaal uithalen. En eventjes een manier bedenken om dat handig te doen. Ik weet nog niet hoe. En daarvoor kunnen we ook deze bak gebruiken, want die is nu over. Leuk, ik heb er weer zin in. Ik hou ervan. Oh my god, vandaag is eventjes mezelf verwennen dagje, blijkbaar. Kijk hoe lekker het er ook uitziet als je het zelf... Ik heb echt luxe besteld. Wat ik heel lekker vind. En als je het dan zo leuk presenteert voor jezelf, kijk hoe leuk het eruit ziet. De camera is altijd minder, maar... Oh my god. Ik heb een... Die is nieuw. Het is AB Fry komkommer. Weet niet, dat zit erin. En dan met rauwe zalm erop. En een soort sausje. En lenteui, bosui. En dit is avocado krab komkommer met daarop geflambeerde zalm. Zo lekker. Super zwaar. Oh. Oh my god, mijn nieuwe favoriet. Deze is 10 euro, maar zo lekker. Bizar. Heel lekker. Het is altijd maar weer afwachten. De ene keer is het hier ook beter dan de andere keer. Maar die was echt super, super lekker. Wauw, dit was een favoriet, maar dit is nu echt mijn nieuwe favoriet.
Ik vind die echt nog lekkerder. Zo lekker. Dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En vergeet geen duimpje omhoog te doen en een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je op Instagram of bij de volgende week vlog. Doei!